Ja, je mag als vader je dochter beschermen, maar er zijn grenzen. Dat is de strekking van de uitspraak vandaag tegen Mario Hazen uit Helmond. De rechter veroordeelde hem tot 10 maanden cel omdat hij een man die achter zijn dochter aanzat, Jack S., zwaar toetakelde met een schep. Justitie had 6 jaar cel geëist, maar de straf valt dus flink lager uit. Hij heeft weliswaar het slachtoffer geslagen, maar niet op vitale onderdelen, op armen en benen. En als je iemand weliswaar heel hard slaat op zijn armen en benen, dan aanvaard je niet de kans dat je iemand daarmee doodmaakt. En laten we even kijken waar deze zaak nu precies over gaat. De dochter van Mario Hazen leert Jack S. via internet kennen. Hij doet zich voor als deze knappe jongen uit Amerika. Maandenlang wisselen ze seksueel getinte berichten uit. Vader Mario Hazen uit Helmond krijgt argwaan als S. een bos met rozen voor het meisje bij de familie in de tuin legt. Hier start de speurtocht van de vader die 2 weken duurt. Al gauw komt hij erachter dat de knappe jongen niet bestaat, maar dat het een oudere man is. Via een ander slachtoffer komt Hazen te weten hoe Jack S. eruit ziet en welke auto hij rijdt. Foto's daarvan zet Hazen op Facebook. De politie zoekt ondertussen ook naar S en waarschuwt Hazen meerdere keren om niet voor eigen rechten te gaan spelen. Maar de Helmonder vindt het optreden van de politie te traag. Hij blijft geobsedeerd zoeken naar de belager. Met succes, want een dag voor de mishandeling krijgt hij een anonieme tip over de man. De auto van S staat in de Rijnhovenstraat in Eindhoven. Als Hazen de auto ziet, waarschuwt hij de politie. Hij blijft dag en nacht posten. De volgende dag belt hij nogmaals met de politie. Die zet een arrestatieteam op stand-by. Als Hazen Jack S. naar buiten ziet komen, volgt hij hem stiekem. S. parkeert zijn auto op de Grote Beek en stapt uit. Hazen belt nogmaals met de politie en geeft ze 5 minuten om in actie te komen. Dat doen ze wat hem betreft niet snel genoeg en dus pakt hij een schep. En daarmee takelt hij S. flink toe. Verslaggever Willem-Jan Joachims bij de rechtbank in Den Bosch, waar die uitspraak vanmiddag was. Een flink lagere straf dus dan justitie had geëist. Willem-Jan, we hoorden net kort al even de persrechter daarover, maar leg even uit, waarom is dat nou? Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Er is te weinig bewijs dat Mario Hazen ook echt het plan had, voorbedachte raden had om deze Jack S. te vermoorden. En dat blijkt onder meer uit getuigenverklaringen, die spreken elkaar een beetje tegen. Het blijkt onder meer uit de bekentenis van Mario Hazen zelf. Die zegt van, ja, ik wil eigenlijk alleen maar deze man een lesje leren. En bovendien, wat de persrechter net ook al zei, uit het letsel van het slachtoffer blijkt heel duidelijk dat Mario Hazen met de sneeuwschep een paar maanden geleden heel duidelijk het doel had om hem te mishandelen en niet om hem te vermoorden. Nou, niettemin is er heel veel ophef natuurlijk over ontstaan, hè? Maar de rechtbank vandaag in Den Bosch was heel duidelijk. Dit is zware mishandeling met voorbedachte raden. En bovendien, als je kijkt naar het strafblad van Mario Hazen, ook fors, staat vol met geweldsmisdrijven. Deze man verdient hoe dan ook een straf. En hoe is er op die straf gereageerd door alle partijen? Ja, het Openbaar Ministerie, officier van Justitie dus, die was erg teleurgesteld. Kondigde eigenlijk al aan van, ja, dat ze toch overwegen in hoger beroep te gaan om een andere rechter ernaar te laten kijken. Er zijn diverse partijen natuurlijk ook die afgelopen hebben gereageerd. Familie, advocaat, en we hebben ze even op een rijtje gezet, de overzichten, de reacties. Eigenrichting is verboden en het is natuurlijk eigenrichting. Ik bedoel, als je in de drugshandel gaat of iemand liquideert, is ook eigenrichting. En ook al treed je op als wanhopige vader en boze vader, wat zeer begrijpelijk is, maar je slaat iemand met een schep, flink hard, dan is dat ook eigenrichting en dat kan natuurlijk niet. Ik vind 10 maanden nog steeds te lang. Wat zou het moeten worden? Acute vrijstelling. Mario is gewoon een vader die zijn dochter beschermd heeft. Laat het daarbij. En de politie, Willem-Jan, heeft hij nou te laks gereageerd inderdaad? Ja, de rechtbank heeft daar ook nog iets over gezegd vandaag. Kijk, Mario Hazen heeft altijd volgehouden dat hij de politie op de hoogte heeft gehouden. Dat hij de politie ook heeft gebeld. En dat klopt, dat wordt ook bevestigd. De politie is gebeld. Alleen Mario Hazen heeft tot het laatste moment onduidelijk gelaten aan de politie waar hij nou uithing. En pas op het moment dat hij het slachtoffer in het vizier had, toen is Mario Hazen gaan slaan en gaan meppen. En toen pas kon de politie ingrijpen. Het is heel duidelijk. Eigen rechter spelen. Daaruit blijkt vandaag ook maar weer dat je er eigenlijk niet mee wegkomt. En dat ook de boodschap is vandaag van de rechtbank hier in 's-Hertogenbosch. Dankjewel voor je uitleg. Willem-Jan in Den Bosch dus.